naar Parcel Belts, Next Gen, de try-outs. En ook bij de try-outs is het publiek actief zoals van horen, man. En de MC's die gaan laten zien dat ze volgend seizoen in de league horen. Ze hebben er allebei één ronde de tijd voor. En dat wordt ook bepaald door de jury die er doorgaan. Tim. En klopt ook, hè? Ja, yes, sir. En de rappers stellen zichzelf voor, man. Rapper aan mijn rechterkant. Rapper aan mijn linkerkant. Middelgoed. 19 jaar Arnhem. Oké, dan. Frans, wil je beginnen? Ja, man. Eerste ronde op hem, nadat jullie me een beetje energie geven, man. Let's Frans versus Meerkoet. Niks klinkt in bezielen. Ik sta bekend van het knikken, wat heeft die flikken te bieden? El president heeft van het knikken, dus ik heb niks te verliezen. Dit is de knikken, wat er doet versus knikkende knieën. Je hebt afgezet. Je hebt afgezet. Dus ik ben blij dat je hier nu staat. Maar ex zei, twijfelaars die worden niet in de league geplaatst. Die auditant zegt, auditant, ik krijg het hier voor je kiezen, maat. Meerkoeten staan bekend om het duiken. Afwezigheid dat me niets verbaast. Dus zeg maar, ik ben een Mogol en dek mijn ras een Corleone. Alleen al mijn ondertoon sleurt je uit je comfortzone. Een auditie, eens kijken, wie kunnen er mee rijden? Jij niet, een Meerkoet heeft niks te zoeken in kweekvijvers. Zeg maar dat dit mijn tweede auditie bij PLB is. Dat ik veel knik en dat je mij vervelend vindt. Dat ik een Mogol ben en dat er kwijl over mijn kleding zit. Maar het is een feit dat een Meerkoet nou eenmaal een lelijk eentje is. Dus claim maar dat je hebt gewonnen. Mekker maar net als je zusje. Terwijl de winstie met Mitch het gehandicapte busje. Pussy Paul! Zakelen! Eerste ronde op jou, man, let's go! Frans Sinatra is een ATS. God heeft hem de tering gegeven. Gods lastering. Hij wordt zo vaak gebodybagged, terwijl ik gelopen word bodybagisme. Hey yo, is dat een Pokémon Go? Ik word niet ontvangen met een Pokémon, maar toen kreeg ik een valbeweging binnen. U kunt geen autistische projectielen vangen, volgens mij mijn Pokémon droppen. Het raakt de vrouw even blauw, net zo'n blauw bord door het feit dat je, chick, dat je geen chick kan ballen. En op ballen gesproken, ik ben geen voetbal, maar toch balk je moeder, met op zonder voetbal. Zijn naam is Frans van Diepen. Frans van Diepen is geweest wiepen. Op het Habbo-hotel. Tevens gefeliciteerd dat je ontmaakt bent. Op het Habbo-hotel. Ik doe me zo'n fasje van mijn broek zakken. Jij bent een pijpvoer, maar je gaat de oudere man zijn broek zakken. Deze man, deze boy wil later de king worden. Maar hij kijkt ook naar zijn vader diabetes die de Burger King is. Wanneer hij kleine kind zijn, bedoelt hij echt een beperking. Wanneer hij een cap draagt, is niks anders dan een handicap. Hij is zo zielig, dus wij hebben zoeken woning voor hem. Jouw dikke moestraat is zo gigantisch. Een paar jaar geleden ontstapte ik uit de vagina. Noem me Indiana Jones. Hey Frans Sinatra, ik heb een uitzonderlijk meeting van jou. Jij staat bekend als de king of the chokes. Pak maar eens een choke in hier. Hey Goenzer, ik wil je wel een bodybag stoppen, maar jij hebt een body. Je bent niks anders dan een skelet, dus dat je een beruchte plaats van de middelbare school. Luister goed. Jouw leven is zuur. Hey, je bent in de stof, dus je hebt niet geen zuurstof. Hey Goenzer, je hebt de uitstrijding van de dinosaurus meegemaakt. Jij moest miljoenen bellen houden om hier te komen staan. Toi. Floppy! Frans. Hold it down! Thank you! Dank je. Frans, als ik me goed herinner heb ik jou bij de vorige auditie, was ik een liedje wel doorgaan. Toen, toch? Ja. Hou je nog van me? Ja. Nou niet. Nee, was gewoon tof, man. Ik vond je eerste keer ook, ik vind je gewoon leakwaardig. Wat ex toen zei van, jij bent al zo lang bezig. Je hoort dope te komen dan vorige keer. Was ook zo, je kwam nu ook dope, vind ik. Ja, jij bent Frans, iedereen kent je ook al per de wereld, je hebt je eigen stijl. Jeeves is ook door. Die stond ook leuk bij. Ja, gefeliciteerd. Maar ja, ik vind gewoon dat je een punch-out hoort, dus wat mij betreft door. Meerkoet, ik heb echt een probleem met je delivery en je uitspraak, maar je hebt wel bars, weet je, ik hoor wel grappige dingen, alleen je gaat zo snel en je articuleert niet heel erg duidelijk, dat probleem heb ik ook, dat moet je een keer trainen, waardoor het echt heel moeilijk te volgen is. Ik moest echt helemaal zo gaan zitten en voor de gemiddelde persoon die misschien met een biertje zo staat, die mist al je bars. Ja, en ook iets langzamer. Ja. En let ook op dat je niet met je handen zo staat. Ik probeer er wat variatie in te brengen. Pak wat rust. Maar het is echt je delivery, want je bars vind ik wel tof. Ik ga
twijfel zetten. Want je weet hoe je bars moet schrijven, alleen ja, als je ze niet kan performen, komen ze ook niet aan. En dat is wel echt belangrijk. Dus een twijfel. Oké, okay. Frans. Oké. Meer goed. Meer goed, ja, precies wat hij zegt. Als je gewoon zou zeggen van, je bent zo arm dat zwervers een woning voor jou zoeken. Ja, dat, ik denk dat bijna niemand die bar heeft gehoord, maar je zei hem wel. Dus het probleem is inderdaad wel uitspraak. En ja, gewoon dat oefenen. Dus voor nu is het een nee. En terug naar jou. Gewoon doen. Beter. Veel beter als vorige keer. Gewoon je best gedaan. Serieus gewoon. Maar keihard welkom. Ik heb een bepaald kwart de hun te overroelen. Ja. Maar als ik het niks wil, kan ik hun 2 jaar lekker wegvragen. Okay. Maar helaas ga ik die wildcard niet inzetten, het is gelukt, maar je bent door, man. Zo gedaan, man. Houd deze vast, van deze vorm. Gewoon, ja? Oké. Jij rost te snel door je shit heen, man. Weet je wel? Die mensen hebben geen tijd om je lines te laten vallen ofzo, snap je het? Dus als je je tempo even op 200% op laag brengt en je delivery wat harder maakt, kan het nog iets zijn, zeg maar, snap je? Maar die bars heb je, nou de rest nog, zeg maar. Maar goed geprobeerd, volgend jaar nog een keer als je down bent, weet je, dan zien we volgend jaar nog een keer. En dan ga je misschien wel halen, man. Frans, ik door, jij helaas niet, maar bedankt voor het mee. Ik vind het op battles.nl of klik rechtsboven om je stem uit te brengen. Like, abonneren, tot de volgende keer, man. Ben je mee?